Handjes, handjes. Ben ik te vroeg? Thoughts get thrown around, but we keep going on believing, and on to our all cried out, cause we don't feel like throwing it all away. We don't feel like it. Oh, Wilbert snapt het niet. Wilbert snapt het niet. Wilbert snapt het niet. Bloemetjes. Dij. Immer Hansi, jongens. Welkom, 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 welkom. Leuk om te zien dat jullie aan het kijken zijn. Voordat we beginnen... Nesrox, thank you for your follow. En DNF Vlees, ook bedankt voor het volgen. Allebei welkom geheten. Welkom, welkom, welkom. We gaan vandaag Eurotruck spelen. En we gaan even de muziek overzetten naar de normale. Nee, dat mag echt niet op stream. Ja, maar ik wil ook muziek. Oh ja, wat. Hop, nu kan je luisteren. Oh, jongens! Ik heb mijn surfdempje weggehaald. Welkom. Dan fix ik dat straks wel even. No problem. En ik kan ook niet meer moven, dat is ook niet zo handig. Ik kan niet meer moven. Wil maar het fixen. Echt hè? Ik zoek wel even lekker. Merci pour souffrir. Merci, hè. Ik proef kurk. Ai.
7 kijkers, 7 likes, jongens. Welkom, welkom, welkom. We gaan zeker meteen starten. Ik ga Eurotruck voor jullie opstarten. En dan kunnen wij beginnen. Dus dan pakken we Truckers en Peer bij. En dan gaan wij lekker, lekker, lekker spelen. En waarom horen we mensen niet van Discord? Normaal hoor je Curio gewoon wel, hoor. Hij praat gewoon niet. Meneer Curio praat gewoon niet. Curio! Ja, wou je een pizza? Voilà. Normaal gezien horen jullie ze. Moesten jullie hem toch niet horen, jongens. Meld het even. Dankjewel. We gaan ze nog even allemaal even op een rijtje zetten, jongens. Bedankt voor de follow. Nesrox, bedankt voor de follow. En DNF Vlees, ook zeker bedankt voor je follow. We gaan beginnen, jongens. We hebben lang genoeg gewacht. Heel zacht. We zijn wel heel goed bezig met de nummertjes bij elkaar schrapen, zo te zien. Wie, hè? Ja, ik. Ah, oké, oké. Normaal gezien zou hij nu harder moeten staan, Wilbert. Bedankt voor het melden. Wij gaan weer terug spelen, jongens, in de promo's uiteraard. Met onze mooie Scania gaan we ritjes rijden. En wij vertrekken uiteraard uit Antwerpen. Gaan wij vandaag vertrekken. Dus wil je meerijden? Je kan altijd meerijden. Maar laat het ook even weten in de chat als je meerijdt. En dan... ja, dan gaan wij over naar onze... Eurotruck-scherm. Zo. Even kijken. Ja, het Eurotruck-scherm is actief. Oké, jongens. We gaan vertrekken en we gaan gelijk ook even spawnen. Ik heb een beetje water gepakt. Daarom duurde het even wat langer om in de wachtrij te zitten. Maar ja, ik ga ook niet uitdrogen natuurlijk. Dus... We zijn gejoined in onze mooie promots. Het is rustig. Ik weet niet, ik denk dat dat alleen maar voordeliger is voor de stream. We gaan gelijk even een vrachtje zoeken. Tam. En ons eerste vrachtje gaat vandaag gaan naar... Bremen, rundvlees. En dan gaan we die gelijk ook ophalen. Dat gaan we niet doen, Tegenwoordig zit er die muziek op in Eurotruck zelf, jongens. Dus, wow, dat glijdt soepel over. Ja, ja. Jongens, ik ben bezig geweest, maar nog altijd bezig. Met onze stream, met alle graphics en zo wat hoger te krijgen. Dus, dat wordt de komende tijd nog gefixt. Ik ben er al druk mee bezig geweest. Maar, ja, dat ga ik zeker nog meer proberen fixen. Ik heb ook contacten... opgenomen met sommige YouTubers die daarbij gaan helpen. Maar, inderdaad, dat gleed super soepel over. Ja, ja, jongens. We moeten ook op de baan niet vergeten om op de baan te letten. Maar Curio, heb jij iets te vertellen vandaag, jongen? Nee. Immerhansie? Ja, het volgende nummer is volgens mij wel een leuk nummer wat ik hier op Discord heb gezet. Maar mag je volgens mij niet meeblijven, is me verteld. Handjes, handjes, bloemetjes, gordijn. Ik beroep mijn zwijgrecht, oké? Is goed, jongen. Hier hebben we nog iemand in onze tap. Ik beroep mijn zwijgrecht. Je kan het al begrijpen dat ik het mis heb. Yes.
Ik moet de remmen een beetje zachter zetten van de truck. Die staan nog altijd op de wintermods. Jongens, het heeft vandaag gesneeuwd in België. Heeft in Nederland gesneeuwd? Nope. Nope. Maar ja, waar woont jij in Nederland? In het begin van Nederland? Tegen België of niet? Want ik heb gehoord dat, dat er in de Efteling wel sneeuw lag. Ja. Handjes, handjes. Ik was er niet. Maar ik denk moet je bij Gico zijn, oké? Okay? Ja. Wilbert heeft het bij jou gesneeuwd, jongen, want je zit toch in de chat. Nee, natuurlijk niet. Bij hem is keuken droog. Alles kan, Curio. Tegenwoordig kan alles met het klimaat. Jongens, even kijkers, jongens. Welkom, 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 welkom. Waarschijnlijk geleed ja, Wilbert vanmorgen ook. Heel soepel als hij uit zijn deur ging. Over de zachte sneeuw. Nou, ik denk niet dat bij Wilbert gaat gesneeuwd hebben, want Wilbert die woont wel wat verder. Hè. Mensen in de chat, heeft het bij jullie gesneeuwd? Oeh, donders. Oh, dit houden we wel voor vol. Hoe lang wil je stream hebben, Jeeker? 1 uur 30. Misschien. Oké, okay, dan half 4, 4 uur. Dan heb ik tot einde van de stream muziek gebeten bij deze. Nou, dan hebben we gezellig ook iemand die meepraat een hele stream, dat is wel oké. Okay. Ja, ik ben goed gezellig, hè? Ja, 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 zeker, zeker, zeker. Maar jongens, staat het geluid goed? Wil je een serieus antwoord of een... Ja, liefst. Ik heb geen idee. Oh, dat maakt ook niet uit. Dat ging nog maar net goed, hè, jongens? Uur aan snelheid houden. En aan de regels. Voordat er weer een admin komt en die gaat ons bannen, want dat willen wij niet. Hoppa, we zijn onderweg naar... Naar waar gingen we? Naar Bremen zijn we onderweg, jongens. Immerhansi! Oei, er is een beetje problemski met het internetski, zie ik. Niet mijn probleemski, toch? Oké, jongens, ik ga dat even fixen. Waarom zegt niemand dit? Oh ja, hij loopt vast. Dat is niet normaal. Ik ga het even fixen, jongens. Zo, alles wel prima. Als ik het zo zet. Vreemd, vreemd, vreemd. Ik denk dat ik het al weet. Jongens, ik ben zo terug. Ik moet even de stream opnieuw opstarten, jongens. Maar ik ben er direct binnen 2 secondjes. Beter.
Tuurlijk weer de helft van mijn kijkers weg, Louis. Ja. Normaal gezien moet het nu gefixt zijn. Normaal gezien is het gefixt, jongens. Ik ga het in de gaten houden. En dan gaan we weer verder. Oh, misschien is het wel handig om even te tanken. Bijtanken, dan gaan we even achteruit. Jongens, ik heb het normaal gezien gefixt. Nee. YouTube vindt het precies nog altijd niet heel leuk. Maar toch zegt hij uitstekende verbinding. Normaal gezien is het gefixt, jongens. Ik ga het in de gaten houden en anders zal ik even mijn provider moeten bellen. Maar normaal gezien is het wel opgelost. Maar kan Gico wel iets doen? Ja, het is opgelost, neem ik aan. Ja, het is opgelost. Het lag er dus aan dat eigenlijk YouTube vindt het niet heel leuk als ik met te hoge KBS stream. Dat zijn dus deeltjes die ze doorsturen naar YouTube. En YouTube vindt dat niet heel leuk als die er te veel binnenkrijgen. En blijkbaar verstuurde ik er ietsje te veel. Ja, dat kan niet. Ja, jawel, geloof me maar. Op 32 samples kun je niet streamen op YouTube. Dan loopt hij vast. Op Twitch wel. Terwijl dat lekker hoog is. Van ja. Maar ik vind het heel raar dat hij zo raar doet, maar ik zal het nog wel een keertje. Zijn we al hier? Nagaan. Hey Chico, ik heb geen idee wat voor muziek ik om heel eerlijk heb gezet. Het is misschien wel handig dat je weet welke muziek dat je opzet, hè? Hoezo? Carnival Mix Hupplepup, dat klonk wel goed, 2020. Oh ja. Dat klinkt inderdaad goed. Amor. Oh, we gaan weer verder. Kijkers gaan wel lekker vandaag, vind ik. Señorita. Jongens, vergeet zeker niet te abonneren. Ik heb het nog niet gezegd. Amai, ik had een stemoverslag. Jongens, vergeet zeker niet te abonneren, te liken en dit YouTube-kanaal te delen met jullie vrienden. Alle support is welkom. En als je abonneert en je abonnees staan openbaar, kom je in beeld te staan. En dan kom je op dat mooie balkje rechtsboven in beeld ook te staan. Dus ja. Dat is natuurlijk heerlijk. En vandaag hebben we uiteraard geen last van verbouwingen. Maar Hansi. Als je resubt, jongens, werkt het niet, hè. Dus stoppen met abonneren en opnieuw abonneren, dat werkt niet. Dat is automatisch ingesteld door YouTube. Dus dat moet je ook niet proberen. Dat moet je ook niet. Ja, je kan het misschien proberen, maar normaal gezien werkt dat niet. Ja, maar ik ga het niet eens proberen. Als dat niet werkt, dan werkt het niet, hè? Nee. Want ik heb expres zelf ook een account moeten aanmaken om dat te testen. Want mijn broers account, die was blijkbaar ook geabonneerd en dat werkte bij hem ook niet. Dus stream even bekijken op mijn gsm, jongens. Telefoon, sorry. Sorry, ja, mensen uit Nederland. Je hebt 5 kijken. 8 likes, lekker bezig. Moeten er nog 2 en dan ging je Chico 20 uur stream doen. Dan. Ja. Ja.
dat zal wezen. Nee jongens, 1000 likes. Duizend abonnees. Dan ga ik een 20 uur stream doen. Als we de 1000 abonnees halen. Dat ligt sowieso vast. Halen we de 1000 abonnees. Dan moet er een. Dan moet er een 20 uur stream. 12 uur stream komen. En is er ook niet bij 120 toevallig? Wat? 120 likes? Abonnees? Nee. Ah, ja, dat is weer shit. Nico, waarom verpest je nou weer? Bij de 200 ga ik misschien wel iets doen. Nee, ik denk dat ik gewoon ga wachten tot de 500. En pas bij de 500 is ik iets doen. Nou ja, zeg. Maar dan wel een giveaway van iets, hè. Wel iets leuk, hè. Geen stream of zo. Pff, ja, dat is iets voor 1000. Try voor de staf. Ah, wat lief. Ah, niet roepen. Nee. Wilbert, ik heb net 2 hoodies gefixt, alsjeblieft. Ja. Ja, betalen. Die hoodies, die kost ons niks, dat klopt. Ja, jawel. Dat kost mij echt bijna evenveel dan dat jullie betalen, dus dat is niet oké. Okay. Hoezo? Voor ons is die gratis, toch? Ja. Dan is die voor mij ook gratis, of wat? Ik moet er zelf ook voor betalen. Voor mijn hoodie. Maar Chico, dan gaat er iets fout in je marketing. Nou nee, er worden gewoon nog geen hoodies verkocht. Dat ga ik nu ook nog niet doen. Pff, voor 100 en zoveel. Jullie weten het waarschijnlijk wel. Ondertussen ga ik even met de kijkers ook praten. Ja, doe ik het eigenlijk niet voor de abonnees. Ik doe het gewoon voor het plezier. Het is een hobby. Het is leuk als je ver geraakt. Het is leuk moest ik 1000 abonnees hebben. Dat support, dat geeft mij inzet. Dat zorgt ervoor dat ik meer live ga. Meer dingen in YouTube zou steken. En bijvoorbeeld bij de 1000 abonnees of 2000. Het is wel eens leuk om, ik zeg maar iets, 10 hoodies te laten drukken. Up. En dan zo van, ja, ik zet ze op zijn site en er zijn er maar 10 beschikbaar. Dat is wel eens leuk. Maar ja, voor 120 abonnees. Allee, 118, denk ik, dat er zijn. Ga ik nu ook geen hoodies gaan verkopen, hè. Wilbert, we moeten nog beter werk verrichten, zo te horen. Ja, 1000 abonnees, jongens. Wilbert, heb jij een idee? Dan moet je heel hard roepen. Als je er nog... 1000 YouTube-accounts maken. Tot dus. Begin jij alvast? Nee, als je dat doet, nee. Dan kan je stoppen, dan mag je gaan. Zou je beste vriend Rick nog hier een keer zijn? Dat weet ik niet. Hey Rick. Hij heeft me wel eens gestuurd. Echt? Ga je gang. No way. Rick. Dat is niet waar. Als je hier bent, doe het. Bluff. Rick gaat dat niet doen. Ja, hij is wel zo knettig, hè. Rick gunt mij dat niet. Die gunt toch niet? Die denkt, fuck jou. Ja, jij ook. Mhm. Dat ook, maar het is wel knetterrijk. Ja. Doen. Dat is waar. Jongens, bij de 10 likes. Bij de 10 likes. Gaan we tot 5 uur live. Dus dan gaan we een uur extra live. Dan gaan we 3 uur live, dus. Nou, dan moet ik nog een knopje dus in klikken. Oh, dit is wel heel pas. Dus ja. Maar ik vind die balkjes boven in beeld heb ik wel goed gefixt. Tegenover die vorige. Die vorige waren echt, ja, lelijk gewoon. Deze ja, zijn kijk, tenminste. Nu heb je tenminste stream. Hè? Nu kan je tenminste nog een stream zien. Inderdaad. Ik denk dat het nu ook meer op een stream lijkt. De vorige, dat was het halve beeld gewoon. Vol. Ja. Donatie! Nee, grapje. Ja,
Dat heb ik zelf gemaakt, hè, dat balkje. Cool gedaan, hè. Wat vind je van onze achtergrondmuziek? Mijn achtergrondmuziek. Die van mij beter, denk ik. Ja, maar dat vindt YouTube niet beter. Ja. Oh, jij hebt helemaal geen achtergrondmuziek. Dom dus, dan heb ik beter. Jawel, ik heb toch wel achtergrondmuziek of hoor je die gewoon niet? Ah, nee. Hoor je echt geen achtergrondmuziek? Oh ja, dat staat echt zo ontierlijk zacht dat je net niet hoort. Oké, dan moet ik het even. Zometeen ga ik het wel harder zetten dan. Nee, nu. Net niet. Ik hoor een beetje, maar. Ik kan hem iets harder krijgen. Nu staat hij harder. Moet je even zeggen wat hij nu goed staat. Gaat hij nu goed? Ik zal het wel even luisteren. Wacht heel even. Ja, nu hoor ik iets beter. Ja, ik vind het wel nu beter. Nou, ga ik verder met mijn fantastische carnivore mee. Ho. Ja. Yes! Zo, even de microfoon wat verzetten. Dat is misschien wel handiger als hij zo staat. Yes, oké, we kunnen hem even vertrekken. Willoo. Hoeveel ton hebben we bij ons? 21 ton. Eurogoodies. We gaan eens kijken, jongens, straks. Jongens en meisjes. Of we straks eens bij de Lidl kunnen afleveren. Want dat kan namelijk in promot. Dat je bij de winkelketen Lidl. Bij de Lidl. Lidl. Kan gaan afleveren. Eigenlijk moet ik dat niet zeggen, hè. Nu geef ik gratis promotie. Dus bij de... Lidl. Bij de Lidl gaan wij straks afleveren. Bij de Lidl. Lidl, ja. Bij een winkelketen dus. En ja, bij hun gaan we dus straks wat, hopelijk kunnen wij straks bij hun wat afleveren. En ik weet niet naar waar we nu rijden, maar misschien is het ook wel eens leuk om naar Turkije of zo te rijden, want ik heb die DLC gekocht, maar ik heb er eigenlijk nog niks mee gedaan. Dus ja, ik weet niet waarom ik dit dan eigenlijk heb gekocht. Ja, om promos te kunnen spelen natuurlijk, hè. Want promots is de shit in Eurotruck. Dus ja. Hey! Yo! Ja, Yes.
De Lidl. Je gaat nu echt de hele tijd zeggen Lidl, hoor. De Lidl. De Lidl. Aldi. Schnitzelparadijs. Schnitzelparadijs? Weet ik wel, ik kom niet. Schnitzel. Oh. Schnitzel. Oh, dit past. Tom, is dit past. Oh, heel mooi. Kijk, dit gaat niet passen. La la. Oh, dit werkt heel mooi. Dit werkt machtig. Ja, oh, hij klapt echt helemaal. Oh, jongen, toch. Goedemiddag. Goedemorgen. Wordt depressief. Hoi. Wat heeft Wilbert nu weer gedaan? Nee, ik word depressief van mezelf. Oei, dat is wel erg. Hoe zo kan zo simpel iets gewoon niet vloeiend werken? Dat snap ik niet. Maar waarom gaat dit zo mis? Kudding. Wat is er aan de hand? Ah, ik stond in zijn vier. Ik dacht al, waarom wil hij niet optrekken? Niet slingeren, hè? Nee. Groen! Groen! Ja, maar hij wou niet optrekken, maar ik stond per ongeluk in zijn vier. En ik was zo met mijn koppeling aan het spelen om hem te willen laten vertrekken, maar het werkte niet. Ah, dat kattennummer moet ik nemen, zo. Euro goodies. Oh, daar moeten we. Dat is wel handig. Dan moet ik even terug opnieuw. Ik dacht, we moeten ons hier ergens achteruit parkeren, maar nee. Maar nee, jongens. Hoppa. Zijn er hier vrachtjes naar de Lidl? Maar je bent nog niet bij de Lidl geweest. Nee, ik ga nu een vrachtje nemen naar de Lidl. Hier. Zie je? Lidl. Maar dat is ver, hoor. Even kijken of er van hier is. Ja, hier is eentje naar de Lidl. Maar die is ver, hoor. Die is ver, hoor. Lidl? Ik ga eens even kijken, gewoon algemeen op onze kaart, jongens. Dat er dichte vrachtjes zijn. Voor een Lidl. Hallo, wil jongens, we gaan gewoon die pakken. Nemen. Je gaat mooi zijn. Waarom zeg ik pakken? Waarom zeg ik pakken? Het is nemen. Lidl. Hier is ook eentje naar de Lidl. Ik ga de Lidl voorbij zien. Hier is ook eentje naar de Lidl. Van in Amsterdam heb je veel naar de Lidl. Ah, van in IJmuiden, Amsterdam. Amsterdam, ja. Nou, we gaan van hier even naar de Lidl. Kijk hier, hier, zie je dit? Oh, de Lidl. De Lidl. De Lidl. Fistics. Doe de fistics. Nou, wil je de fistics? Nou, we gaan de fistics doen. Dit is een lange rit, hoor. Dit is een lange rit, hoor. Kom maar op met die 10 likes, want anders gaan we het niet halen met die rit, hoor.
de worst, mag je ook doen. Ja, de worst is nog langer. Weet je wie dan een worst is? Yeah. Jij bent hier de worst. Jij bent hier de worst. Oh, ze zijn afgehaakt allemaal. Ja. Ja, af en toe gaan die weg en komen ze terug, dus ik snap het niet meer, dat maakt niet uit. Emergency! Ja, veel plezier met je borst. Ik ga er vandoor, nee. Het zijn fistics. Oh ja, fistics. Ho, ho, ho. Niet meer Hansi. Ziezo, ziezo, ziezo! Oh, we gaan naar de Lidl, jongens! Misschien worden die mensen gewoon gek als we Lidl zeggen en dan lieven die. Dat kan ook, hè? Ja, dat kan niet. Kan dat niet? Nee, die kan geen oorzaak mee. Nee? Nee. Nou, jongens, we zijn onderweg nu naar de Lidl. Vanuit Bremen gaan wij richting Arad. Oh, dat ding met een spiegelbeeld. Oh ja. Ziezo, ziezo, ziezo. 8 likes, jongens. Klopt het, 8 likes? Dankjewel voor je like. Stefan de Vis. Goedemiddag. Goedemiddag, Stefan. We willen even op de baan ook blijven letten. Dat we een beetje oké rijden. Goedemiddag. Welkom bij de stream, jongen. We gaan naar de Lidl. Naar wat was de naam ook weer? Arad. Arad. Naar Fistic, Fistics, inderdaad. Fistic. Nou jongens, nog 2 likes en dan gaan we tot 5 uur door met deze stream. Dus vergeet zeker niet te liken. En abonneren kan ook altijd natuurlijk. Helemaal gratis. En het is toch wel support hoor. Het steunt toch elke YouTuber. Vier kikkers jongens, welkom. Deel de stream met iedereen, familieleden, vrienden, voor die 10 likes. Gun Curio, de 10 likes. Dat we tot 5 uur door kunnen. Nou, ik hoor net dat het voor elkaar komt. We gaan even een vitesse hoger, dat we wat sneller rijden terug. Mensen die willen meerijden, kan altijd. Ik weet niet waar we op dit moment rijden. Ergens in Duitsland. Nou, hier. Voorbij Bremen.
Wat moesten jullie het willen weten? Ik ben bij Duitsland en ik heb nog verdomd goed ook nog. Yes, yes. Ergens in Duitsland. Deze vracht duurt 21 uur, hè. Curio, besef je dat? Wat? 21 uur duurt deze vracht. Kan niet. Dat is veel te kort. Ah, je moet heel even die muziek op die hazen. Nee. Zo is het een leuk liedje. Ja, maar YouTube vindt dat niet leuk, hè. Ah, ja. Nou. Hoenpapa. Hoenpapa? Kraken klaar. Oei. Curio. Wat is er aan de hand, jongen? Handjes. Jongetjes, gordijn. Handjes in de boel. Hoppa, twee kijkers weg. Dank u, Curio. Hey, jij is mee terug, Tommy. Ja. Die had gewacht tot jij was gestopt met zingen, hè. Dat kan niet. Als u stopt met zingen, als jij stopt met zingen, dan komen ze terug, hè. Oké. Dan zing ik de hele tijd. Nee. Anders moet ik Wilbert roepen. Wilbert! Ik haal Curio hier weg! Hoe zou nou weer Wilbert erbij halen? Liever die handjes in de boerderij. Nou, 9 likes jongens en Curio stopt met zingen. Gun die 1 like nog. Ja, die 1 like staat al. Echt? Ja, maar we gaan voor 20. Ja, nee, we gaan voor 10. Dan ben ik al blij. 10 likes en dan gaan we tot 5 uur live. Als we tot 5 uur live gaan, ga ik Curio stoppen met zingen. Anders verplichten we hem om te stoppen met zingen. Immer Hansi! Beter bieden. Dus we hebben de 9 likes al. Nog 1 like en dan hebben we er 10 dus. Of wat zei je? Het team was tot wat jij zei. 5 uur. Maar hoeveel hebben we er nu al? 9. Oké. Vier kijkers jongens, welkom. Yes. Moesten jullie afvragen waarom dat Curio niet meer rijdt? Zijn eurotruck werkt niet. Hey, vriend er nog meer. Wat? Vriend er nog meer. Ja, Curio, wist je al dat je eurotruck niet werkt? Nee, het is een tijdelijk defect.
Tijdelijk defect, ja, dat werkt al. Hoe lang werkt dat nu al niet? Tijdelijk. Ah, al een tijdje bedoel je? Nee, tijdelijk. Ja, tijd, ja. Kijk, als ik iemand een gunst vraag van help me met euro truck, die zegt zo, ik weet niet hoe dat moet. Ja, opnieuw downloaden. Nou, opnieuw downloaden, oké, dan zou ik dat nog een keer proberen. Ja, beste kijkers jongens, welkom. Vergeet niet te liken, te abonneren en dit YouTube kanaal te delen met jullie vrienden. Jullie kennen het verhaaltje vast wel, maar ik meld het nog eens. welkom bij de stream jongens. Yes, inderdaad. We zijn onderweg naar de Lidl. Lidl. Naar de Lidl? Naar de Lidl. En ja. Lidl. De Lidl, al die. Au. Au, wat zegt de curieu? Au. Ja, ik ben serieus dingen aan het doen. Au. Hij probeert. Ben je er nog of niet? Ik weet niet of dat Wilbert er nog is. Is hij online op Discord? Dan moeten we hem via Discord sturen gewoon. Nee, Wilbert is er niet meer. Wilbert is er niet meer? Oh. Dan moet je hem op Eretrig op Discord sturen, hè, Wilbert. Immer Hansi! Sorry voor de doofheid, jongens. Ho. Ik kreeg spam automatisch. Kreeg je spam achter u aan? Ja, ik ging te snel met Wilbert typen. Ondertussen kan ik jullie even de route laten zien, jongens, die we rijden. Als ik even de bak terug vol heb gegooid met benzine, diesel. Zo jongens, we staan nu hier bij Maagdenburg, tussen Maagdenburg en Berlijn. En En dan gaan we zo door, helemaal naar Arad. En ik denk dat dit zelfs al in de DLC ligt. Jawel. Jazeker, dit ligt in de... Die moet ik wel... Ja... Even nadenken wat ik dan moet zeggen. In de Turkie DLC. Turkse DLC. En ja. Kon je ook naar IJsland? Dat was even ver. Wat zeg je? Had je ook naar IJsland kunnen gaan? Dat was even ver. Yeah. Maar ik had wel verwacht dat er meer geel op jouw kaart zou zijn. Wat? Meer? Gele bergjes op je kaart. Ja, dit is de promots. Hè. Ik heb een nieuw profiel voor promots. Hè. Mijn promots is profiel is een ander profiel dan mijn gewoon profiel. Ah. Daarom. En ik heb dan nog een promots singleplayer en een promots multiplayer. Dus ik heb dat denk ik een maandje geleden allemaal zo gezet. Of twee maandjes al, dat kan. Het kan wel langer zijn hoor, maar... Pas op bocht? Ja, ik kijk toch op de stream. Ah, pas op bocht. Geweldig. Pas op bocht, zegt hij dan. Een halve minuut later komt hij af met pas op bocht. Ja, ik had ook niet kunnen roepen. Ja. Dat is waar. Oh, ik kreeg een melding op mijn telefoon. Iets van YouTube. Maar we zijn weer underway. Naar Turkije.
Zag je die mooie lijn dat ik nam? Dus door de volle ik lijn. Ik ben aan het klooien met mooie ledspotjes op mijn plafond. Ah, ledspotjes. Die ik met een afstand die ik kan instellen. Oh. Wonderful. Wonderful, wonderful. Nee, ik mag geen reclame maken van waar ik ze vandaan heb, denk ik. Hè? Philips. Nee, natuurlijk niet Philips Hue, een zooi die typisch duur zijn. Nee, daar begin ik niet aan. Actione. Als je aan Philips Hue begint, dan begin je aan hel. Want dan moet je alles van Philips in huis hebben. Ja, dat is waar. Ik heb daarnaar gekeken, dat is duur. En dan moet je, en dan als je LED-strips koopt, dan kan je die niet besturen zonder dat je de Philips Hue hebt, hè? Zonder dat je het apparaatje hebt. Ja. Kom op, man. Hoe debiel is dat? Kijk, dat heet strategie in marketing. Ja, oké, okay, ja, dat is inderdaad goede strategie. Maar een dure strategie. Philipshue.nl. Hey. Ze hebben een reclame al gekregen. Ja, nee, ik wil het even nog kunnen afzijden. Aha. Philips, het lijkt nergens op. Als je mij nu sponsort, Philips. Als je mij nu begint te sponsoren, dan wil ik zeggen dat het echt prachtig is en dat iedereen het moet kopen, maar... Oh. Nou, ik heb het gevonden, hè. Zo'n ledstrippie. Dat kost al 20 euro voor 10 meter. Nou, je zit niet eens warm, om heel eerlijk te zijn, hè. Nee? Je moet wel de collar set nemen, anders heb je gewoon wit licht. 2 meter, mag je schaduw hoe duur? 15 euro. Doe maar nog een paar tientjes extra. Echt? Wauw! 70 euro! Wauw! Echt. Wow. En dat is dan de collar, hè? Dat is wel echt erg. Collar. Kijk, als je Philips Hue doet, moet je wel de collar serie nemen. Want anders weet je hoe het... Dan heb je spotjes. Ja. Oh, je hebt de spotjes van Philips Hue. Jezus! En moet je bedenken, hè, zo'n spotje dat kan kapot gaan, hè? Na een tijd. LED gaat bijna niet meer stuk, hè? Maar. Ja, Philips wel. Philips LED spotje, hè? Van Hue. Dat kost 170 euro. Heb je 3 spotjes en zo ontvangen? Wauw. Wat in mijn plafond hier zit geschroefd, is maar 40 euro. Nou, dan moet je straks even je merk een keer vertellen tegen mij. Offstream. Offstream? Ja, weet nee, nee. Offstream. Oh, offstream. Oh, dat ga ik ze even. En heb je euro's? Ben je nu al bezig met je euro-truc? Je moet het echt volledig verwijderen, hè? Alle bestanden moeten van je pc, alles moet weg. Volledig. Want ja, je kan wel opnieuw installeren, maar als je niet alles volledig weg doet, ja, dan heb je er ook niks aan, hè? Ah, dus ik ben ook waarschijnlijk iets vergeten te doen. Je hebt alles moet weg. Letterlijk, alles. Ja, maar ik zit nu even te klommen. In 3D tekenen. Ja, is goed. Je hebt een linkje over mij. Ja, ik heb het gezien dat ik het heb gekregen, maar ik ga het nu even niet openen, want ik ben aan het rijden. Ik denk dat we binnen zijn gereden in Zwitserland, als ik het gevoel heb. Ho, ho, ho. We gaan afremmen. Ho, ho. ik snap dat je altijd een kerstman wou zijn, zie ik. Dat kan ik begrijpen. Maar wat? Je hoeft er nog niet te oefenen. Nou, nu zijn we van die slechte wegen af. Amai. Als je zo meteen de stream uitkomt en hoort met welke muziek ik meebabbel met jou, dan word je opeens spontaan vrolijk. Durf te zeggen. Durf het te zeggen? Ja, ik durf er geld op in te zetten. Oh, je durft er geld op in te zetten? Jammer dat het weer niet op mag. Joep en toep, hè? Oh. Oh, wat is er met deze weg? Rommels. Wat is er met deze weg? Hé, maar heb je volledig Eurotruck verwijderd? Ook alle bestanden moeten verwijderd worden, hè? Ah, wacht.
Want ja, anders kan je het wel opnieuw installeren, maar ja, dan heeft het geen nut, hè, Curio. Meneer de directeur. Ja, je moet wel naar de meneer de directeur luisteren, oh. Zal ik even eerst beginnen met de Steam? Ja. Maar moet ik ook dan de MP, de multiplayer MP? Nee, de, ja, pff, als het iets met multiplayer zou zijn, dan kan je die ook verwijderen. Maar het is alleen Eurotruck, neem ik aan. Ja, dat weet ik dus niet. Ja, verwijder dan maar eerst Eurotruck volledig. Oh, pas op nou bij die wegwerkzaamheden. Ja. Even 110 doorgereden. Dat is niet het convoy, hè. Het convoy rijdt normaal maar, 60, nee, maar 90, maar ja. Ik ben alleen aan het rijden, dus. Anders duurt het nog uren voordat we op de plaats zelf zijn. Oh, ik ben heel even afgeleid. Inverhansie? Nee, met mijn favoriet waardstander. Die heeft een tank. Ik weet niet wat daarvoor moet stellen, maar dat is wel een machtig mooi ding. Machtig mooi? Ik ben heel even afgeleid. Ja, dat kan ik begrijpen. Oh, oeh. War Thunder. Is toch mooi? Is toch mooi? Is toch mooi? Ik weet niet of je het in de Steam... ik weet niet of je het kan zien, maar goed. Oh ja, wat ging je doen? Oh ja, Eurotruck. Alles verwijderen. En uw prullenbak ook leegmaken, hè, dat ze dat daar niet terug gaan uithalen, want ik ken de Eurotruck zelf goed genoeg. Even kijken. Mag niks meer van Eurotruck opstaan. Alle mods, ja? Alle mods zet die even in een apart mapje als je mods hebt. Mods? Nee, je hebt geen mods, oké. Gewoon volledig verwijderen. Ik heb op Steam nu Eurotruck gedelete. Ja, en nu in uw bestanden. Dus nu moet ik euro intypen. Bestanden, Eurotruck 2. Alles. Docs. Alles wat dat Eurotruck is. Gewoon weg. Waar staat het knopje doen? Verwijder. Ja. Is dat één mapje of zo met euro of waar? Er staat er eentje in documenten. En eentje in je program files bij Steam apps. Staat er ook eentje. Steam apps. Welke schijf staat er? Dat is ook wel een goeie. Normaal gezien op je D-schijf. C-schijf, sorry. Bij mij toch. Bij mij staat hij op de C-schijf. Zit ik nu in een collision? Oh, je hebt nog iets van Eurotruck. Werkt ermee. Alles moet weg. Weg. Immerhansi. Even kijken om C. Dus dan moet ik naar. Hoe kom ik ook weer? Normaal gezien staat op je C-schijf de Steam. Op je hoofdschijf is dat normaal. En normaal is je C-schijf de hoofdschijf. Ja, dat is wel heel normaal inderdaad. Maar ik heb hem op D staan. Ah, dan staat hij op de D-schijf. Jongens, vergeet zeker niet te abonneren, te liken en dit YouTube-kanaal te delen. Ik zeg dit veel te vaak eigenlijk. Oh, wacht. Moet die snelkoppeling weg natuurlijk? Ja. Als je abonneert, kom je in beeld en kom je ook in ons rechterbovenhoek te staan. Tussen die slides kom jij dan ook te staan met je naam, dus... En het is ook gratis. We gaan even wat afremmen, hè, jongens. Ik vind jouw titel van de stream ook wel echt toepasselijk. Laden en weer lossen. Laden en weer lossen. Nou, volgens mij is het toeren.
Ik was de oorzaak niet. Nee. Ik was echt niet de oorzaak waarom je nu aan het toeren bent. Niet aan het laten los. Ja, inderdaad. Jij was het vooral. Ja, ja. Ik zou iets kunnen bedenken. Ja, maar bedenk maar eens titels voor uw stream, hè. Dat is echt moeilijk, hoor. Op een gegeven moment heb je gewoon geen titels meer. En ja, wat moet je dan doen? Een oude titel recyclen? Nee. Geen oude titels gebruiken. Nooit. Daarom, maar ik ben nog nu niet... Ik heb nog veel titels, hoor. Ik heb er nog duizenden. Is dit een vetting? Het tweede alweer in de tech tree met Crown Units. Oh, dit is een machtig ding. Oh, hier heb ik die Storm nog wat. Storm. Kunnen we eens bezig in War Thunder, jongens? War Thunder. Ik ben helemaal niks aan doen. Ik ben afgeleid. Oké, dat was maar. Bartender. Ja. Oké, die is nagetrokken. Dit is nee. Op met D heb ik niks meer ontslingeren. Moet ik ook bij mijn nog kijken eigenlijk, ja. Dan ook delete. Ga naar alle schijven, kijk alle schijven gewoon een keer na. En we staan voor de trein. Stil. Woef. Maar van waar komt die trein vandaar? Amai. Die trein rijdt soepel. Zo. Die lichten gaan soepel. Maar die trein, die gaat echt soepel. Typische Eurotruck trein. Doe. En hier gaat die soepel. Oh, en nu niet meer. Lekker hoor, Truckers MP. Goeie server. Goeie servers! Oh, ik zie nu pas van je trein. Dat is normaal. Dat is de stream delay op YouTube. Dat is 30 seconden. Jeumer. Echt slecht, hè? Dat is Truckers MP. Dat is gewoon echt... Oh, bah. De ene keer wel en de andere keer niet. Ja. Maar die slagbomen gaan weer wel mooi. Ja, dat is, het is echt die trein, hè. Het is die trein, hè. Dat Truckers MP verkrekt heeft. Het is niks anders, hè. Zo ziet je ook dat het niet aan mij ligt. Het is gewoon Eurotruck, want al de rest gaat wel vloeiend. Zo, jongens, we gaan even een korte... Ik ga even iets halen om te eten, klein. Dus, ik ben zo bij jullie terug. Dus dan ga ik even tanken dat we terug vol zijn. Zo, jongens, ga niet weg. Ik ben meteen terug. Ik ga even kijken of dat we... Nu is wel even de muziek weg. Maar die komt zo meteen terug.
tot zelfs die gelijk terugkomt. We gaan het even zo doen, jongens. Even pauze, we zijn er zo weer. Jongens, tot zo. Ik zie jullie zo. En geniet van de muziek. Ik ga even wat halen om te eten. Want ja, zonder eten kan je niet leven. Maar ga niet weg. We zijn zo bij jullie terug.
Yes, 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 jongens. We zijn weer terug, we zijn weer terug, we zijn weer terug, we zijn weer terug. We zijn weer terug, jongens. Ik ga even alles terugzetten hoe het stond. En dan gaan we meteen weer verder. Bedankt voor het wachten, jongens. Ik zie dat er iets gebeurd is. Ik zie dat er iets gebeurd is, jongens. Yes, 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 jongens. Oké, ik ga de stream op mijn telefoon ook afzetten. Ik zie dat we 10 likes hebben gehaald. Heb ik goed georganiseerd, Chico, of niet dan? En jongens, dat wil maar één ding zeggen. We gaan ondertussen ook even terug over naar Eurotruck. Want ja, zonder Eurotruck geen stream. Ja, wel stream. Maar we gaan live tot 5 uur, jongens. Gelukkig heb ik mijn cookie erbij gehaald. En gaan we ook gelijk weer verder rijden. Bedankt voor het liken, jongens. Dat wil ik sowieso al zeggen. En welkom bij de stream. We zijn er weer. Ondertussen ga ik even een cookie eten. Want ja, we moeten nog heel lang live, blijkbaar. Nog 2 uur gaan wij door, dus... Chico, hoe vind je dat ik dat heb geritseld voor jou? Nou, 15 likes. Goed het mij, curieu. Nee, dat... Chico, je kan ook te veel vragen, hè? Die 10 likes ritselen was al werkzaam. Ja, je moet 1 like ritselen. Dan zal ik mijn like zetten. Ja, ja. Nee, jongens, bedankt voor de 10 likes alvast. En we gaan gewoon nog lekker door. We gaan nog lekker rijden. Ik wil je mond leeg hebben, hè, als je aan het kanen bent. Ja, ja. 11 likes, jongens! Hey, Chico, ik weet niet hoe ik die 11 voor elkaar nu heb, maar ik heb zelfs 11 likes. Jongens, dankjewel. Dank jullie wel. Dit is echt veel steun. Deze stream. Dus vergeet ook zeker niet te abonneren en dit kanaal te delen met jullie vrienden. Voor de vrienden, familie en al de rest. Want ja. Kijk maar. Goeie. Dit is allemaal support en dit geeft eigenlijk de YouTuber, in dit geval mij, alleen meer support, meer motivatie. Dank je voor het woord. En ja. We gaan lekker door tot 5 uur, jongens. Ik had beter direct water meegenomen, want mijn water is ook bijna op. Hey Gigo, dat is niet mijn probleem. Nee, maar ik wist niet dat we tot 5 uur gingen doorgaan. Maar Gigo, dat was toch aan de ene kant te verwachten? Dat ik ja, het was wel te verwachten. En we gaan naar de Lidl! Ook speciaal voor Curio. Gaan we naar de Lidl? Naar de Lidl. We gaan de Lidl even wat voedsel geven. Oh, jongens, waarom werkt het goedemiddag? Ik haat. Immer Hansi! Ja, ik weet het niet. Oei. War Thunder werkt niet mee? Nee, ik zeg ik ben depressief, ik stop ermee. Met League of Legends. Nee, met mijn knoeizom in Inventor. Oh. Wel inderdaad even kijken of waar het is. Jongens, welkom. Welkom allemaal. Maarten. We zijn lekker aan het karren met deze Scania S. Ik heb wel Eurotruck foto's, maakt dat uit? Verwijderen.
Alles moet weg. Die kunnen zo storen. Ja, maar als je die graag bijhoudt, laat je ze staan. Maar ze kunnen wel storen, ja. Of je sleept de foto's eruit en je zet ze bij afbeeldingen. Maar het mapje mag niks met Eurotruck te maken hebben. Zo, we gaan even op het dak rijden. Oh, ik heb hier nog een hele map van Eurotruck. Waaruit? Twee zelfs, drie. Maar die staat onder Nvidia. Ja, dat is omdat hij gameschijf waarschijnlijk is. Maar we gaan gewoon lekker door, jongens. Echt. Nou, ik denk dat ik morgen op mijn telefoon mijn statistieken, als ik ze toekrijg van de stream, dat het mooie statistieken zullen zijn vandaag. Want we hebben al wat kijkers gehad ook vandaag. En dat wilde ook mee. En ik heb gezien dat we op de 119 abonnees zitten, jongens. Het zou hartstikke gaaf zijn moesten we de 120 deze stream kunnen halen. Dus vergeet zeker niet te abonneren. Hier een Shell tankstation. Curio? Langs de snelweg. Langs de snelweg een Shell tankstation. Dat is uiteraard mooi. Snak maar. Nee, een Shell tankstation. Oh. Een real tankstation langs de snelweg. Genereus bedoel je? Yes. Kijk, nu gaat hij in de stream voorbij. Hoppa. Wij spelen uiteraard ProMods. Oh ja. Oh ja, zegt hij. Ja, ben ik mee eens. Ja, lijkt op Shell. Nee, dat was Shell. Het lijkt op Shell, zegt hij. Alleen denk ik de prijs niet van Shell. Nee, dat denk ik niet. Immer Hansi. Maar we zijn aan het karren. Lekker aan het karren. Ik denk door Zwitserland dat we nu zitten. Wenen. Ligt dat in... Nee, dat is toch Rome? Dat is Italië, toch Wenen? Oei. Ik weet niet waar dat Wenen ligt, jongens. Denk Zwitserland of Italië? Nee, Zwitserland. Wenen gaat toch niet in Italië liggen? Of wel? Ik weet het niet. Ja, ja. We gaan nog een uurtje en een half uur door. Een uur en een half gaan we door. Dus, wordt leuk, jongens. Wordt leuk.
Yes, 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 yes. Curio. Die is even weg dan, denk ik. En we gaan hier de grens over. Oef. En ik heb niet kunnen lezen wat er op het bord stond. Zo, hoppa. En nu rijden we hierover. Ja, ja. Lekker rijden. Yes, 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 yes. En daar hebben we een collega trucker. Die geen gedag zegt. Maar dat maakt niet uit. Je bent niet verplicht. Je rijdt wel heel mooi aan de, op de rechte baan, hè? Ja, hè? Wel een beetje overdreven eigenlijk, twee tomtoms van de mocht. Wat zeg je? Twee tomtoms. Ja. Ik vind van niet. Nee, hij stelt dat de tomtom uitvalt. Ja, dan heb ik de andere. Oh. Stel dat, hè. Stel ja, dat. Ja, stel hè. Stel je voor. Stel je voor dat je niet meer weet dat de rechterbaan langzaam. Ja, zeg. Hey. Nee, maar ik kijk altijd door mijn ruit. Door mijn raam van mijn truck. Dus. Daarom heb ik daar ook een tomtom op geplakt. Moest je die ook willen, jongens? Ik heb een accessoire. Dat is ook een DLC. 3 euro, denk ik. Oh. En dan heb je wat accessoires voor in de cabine. Ja, maar je moet gewoon een Scania pack halen. Ja, Scania pack kan ook. Er schijnt dat er nog een tuning pack gaat aankomen.
dat je kan tunen, maar Eurotruck werkt met bedrijven samen, zoals Scania en zo. En blijkbaar zouden die bedrijven dan gezegd hebben van wij willen dat niet. Maar ze proberen toch erdoor te krijgen dat je heel je truck kan tunen. Het zou wel gaaf zijn. Ja, ja. Met de custom parts ofzo. Ja. Wel een aparte DLC uiteraard, hè. Dat is wel vet. Ik maar... zit eigenlijk nog steeds te wachten totdat je kleurnummers in kan vullen. Dat je op je blote vingers moet in kijken welke kleur je wil. Maar dat je aan je kleur hebt hangen. Weet je waar ik op zit te wachten? Dat je tekst op je trailer kan schrijven. Oh, machtig. Machtige saus. Dondert in een bliksem BV. Oh, ik heb al zo een paar BV's bedacht wat je erop kan plakken. Heen en weer. En een beetje sneller, zeggen ze nog. Kiek wel sneller. Ja, maar ik ben aan het slalommen, dus ja, dan ga ik niet sneller. Laat het zo meteen op stream wel zien. Heen en weer. Dat gaat hem denk ik zo niet worden. In buiten. En ik zie een potential target die mij iets te makkelijk kan penetreren. Treren. Lekker soepel treren zeggen. Treren. Alleen ik krijg geen view, that's good. Die ziet hem ook. Oeh, bounce! Het leven van een War Thunder. Oh, wat een heavy shot. Is mijn gewoon dood? Ze schiet je gewoon dood. Oh, het wordt donker in België, jongens. Het gaat sneeuwen. Sorry voor mijn geschreeuw, maar... ik ga hier zo even een lampje aansteken. Oh, mijn kaliber is dood. Immer Hansi. Curio, oh, immer Hansi. Ja, ik zit iemand hier te luisteren. En tap na tap. We gaan even een... Dan mag je in het Duitse woordenboek gaan opzoeken. Duitse woordenboek? Ja, tap na tap. Tap na tap. Oh, waarom? Oh, ik daarvoor moet ik geen Duitse woordenboek gaan pakken hoor. Tap na tap. Wacht even. Ik zeg, als je de vertaling wil, moet je dat in Duits. Ik zeg niet dat ik het niet ga vertalen. Hoor. Dat je niet mag weten. Het is sneeuw, maar het moment jongens, dat je niet niks kan en al je kennis bij jou kan kapot schieten, dat is wel echt heel lullig. Het sneeuwt! Jongens, het sneeuwt in België. Gloeiende. Oh, ik ben weer blij, jongens. Ik ben echt een man. Ik snap dat je heel blij bent, maar ik heb in de tussentijd 4 keer mijn cannonball kapot gehad. Ja, maar bij mij sneeuwt het en bij jou niet. Nee, bij mij schijnt het zonnetje zelfs. Bij mij niet. Oh, dik. Oh, machtig dit. Machtig. Maar waarom is mijn muziek ermee opgehouden? Oh, waarom had hij weer... Trommels rot, joh. Trommels! Oh. We zijn op de helft van de stream. Nog een uur en een half. Dankjewel, Curio. Hoezo? Door jou moet ik tot 5 uur. Nee, is niet van moeten, jongens. Dat is met veel plezier, uiteraard. Hè. Mij maakt dat niet uit.
en misschien op zoek naar een sponsor, ja, dan gaat het misschien grappig. Op zoek naar een sponsor, ja, wint dan maar eens. Nou kijk, ik kan zo een sponsor voor je vinden hoor. Nou, doe je best. Bezorg mij een sponsor. Dan loop je naar een keukenkastje thuis, dan trek je hem open en dan heb je een spons. En dan schrijf je er nog op, dan heb je een sponsor. Ha 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 ha. Je vroeg niet wat voor sponsor, dus... Nee, maar... Sponsor, heb ik dan nodig? Ik vind van niet. Oh, een sponsor die geld heeft, ja, die kan ik niet vinden. Dus... Nee, maar ik heb geen sponsor nodig eigenlijk, ook niet hoor. Het mag wel, ik ga er niet achter zoeken. Iedereen wordt op termijn wel groter. Als ze klein willen blijven. Als ze klein willen blijven? Maar nou, jongens, join ook zeker onze Discord. Linkje staat in de beschrijving. En alle sociale media, zoals Instagram en Twitter, staan ook in de beschrijving. Dus. Into the night, I reach my head in the night. But it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true. Baby, let the light shine through. If you believe, the likes send true. We zijn er bijna, neem ik aan. Ja. Nog een uurtje, dus... Curio, let op, hè, want we gaan bijna bij de Lidl zijn, hè. Oh, bij de Lidl? Ja. Hebben ze uitverkocht? Nee, met onze trailer. Voor te lossen. En weer te laden. En dan weer te laden. Maar we rijden nu in de Turkse DLC, jongens. Ik heb allemaal DLC's, dus. En we rijden ook in promods. Mocht je het willen weten, dan weet je het nu. En er komt weer een nieuwe DLC aan, dus. Maar ik ben benieuwd hoe snel dat ze die gaan uitbrengen. Ik denk niet heel snel. Want blijkbaar komt er binnenkort ook nog ooit een multiplayer van Euro Truck zelf. Hoe ze het gaan doen, ik weet het niet, jongens. Gaan ze zelf servers hosten of gaan ze bij Truckers MP servers mee hosten? Ik weet het niet. Moet ik hier stoppen? Moet ik hier stoppen? Wat denk ik? Moet ik hier stoppen? Nee? Ho. Wat is dit dan? Ja, maar jongens, hier pas ik toch niet door! Nou, hoe moet je hier door? Hier pas ik toch allemaal niet door? Gaan we hier proberen door te raken? Maar hier kom je niet door een tolweg. Ja, hier raak ik wel door. Oh jee! Dat is douane. Ja, maar je moet gewoon links. Helemaal links. Ja, ik reed helemaal links. Oh shit! HD heeft mij gestuurd. No way! Als die nu thuis is. Ik zit nog in een livestream. Dat is de big YouTuber. Die mij heeft gestuurd, maar ik zit nog in een livestream, dus ik heb nu nog geen tijd voor hem. Dan moet je zeggen, de koffie is even op, maar hij wordt momenteel gezet.
Nee, dat is natuurlijk gewoon, ik ben momenteel even live, dus kan je straks ook nog, ga ik dan gewoon zeggen. Ik heb het voor elkaar gekregen dat ik een uur langer ga. Volgens mij, hello! Vanavond zou eventueel kunnen, als je vanavond een berichtje stuurt, kan ik het niet vergeten. Toppie, je hoort. Nog. Hans, schnitzel. Oh. Nee. Bakworst. Frikadelbroodje. Nog. Hans Harry de Hars. Ho. Nee, je bent niet de kerstman, Nico. Ik snap dat je alvast wil oefenen. Maar dat ben je dus niet. Nee, ik was een berichtje aan het sturen naar HD. Maar ik kreeg ondertussen er eens op. We gaan weer verder, jongens. Deze een goede gast hoor. Het is een goede gast. Angelo heeft het. Angelo. Een goede gast. Echt een topperd. Hey, waarom staat er niet meer op Discord dat ik aan het streamen ben? Status? In mijn status, ja. Had je niet een tijd gebonden gedaan? Dat weet ik niet. Nee, je bent niet in een stream inderdaad. Ik ben in het stadje, hè? Je moet kijken, hè? Ik ben bijna bij de Lidl. Ja, misschien heb je optie 4 uur aangeklikt. Nee, dat is een apart. Dat is een soort hack van Discord. Ik ben helemaal in de dinges van mijn account. Dat heeft niks met Discord zelf te maken. Ik moet dat op een aparte site doen. Maar hier is het rood licht, dus ik ga dat even fixen, jongens. Dan moet ik even terug. Eurotruck gaan inspecteren. Oh ja. Heb je nog iets van Eurotruck? Truck 2 transfer. Geen idee wat dat is. Maar dat moet denk ik nog weg. Je hebt er nog iets met Eurotruck. Delete. Yes, het staat er terug. Zo. Dat is mooi, hè? Weg. Machtig, toch? Maar ik zie de Lidl al, ik zie het vlaggetje al op de TomTom, oftewel de GPS. Vlaggetje op de TomTom, ik zie je nog niet. Rukste. We komen steeds dichterbij, jongens, en ik pak nu elk... Maar nu staat u wel dat je live bent. Ja, ah ja, ik heb het ingesteld al, ondertussen. Toen ik voor het rode licht stond. Maar we kunnen zo meteen nog een potje leaker achter. Of wil je dat niet? Dat doen we niet live. Ah. Best. Heb je zo weinig vertrouwen erin met je 5 kijkers? Nee. League of Legends, dat kunnen we wel een keer streamen. Ja, maar hé, ik ga niet voor elk rood stoplicht blijven stoppen zo. We komen bij de Lidl aan, hè? Ik zie het vlaggetje al. Ik zie net het vlaggetje in beeld. Oh, het is een rood stoplicht. Oh, hij is groen.
Nou, dan zijn die mensen van de Lidl. Ja, hier is de Lidl, jongens! Zie je hem? Maar het is wel al heel druk in Turkije, zo te zien, hè? Ja, ja, ja. Altijd, hè? Dat is een mooi aan in DLC's rijden, daar is het nooit druk. Zien jullie de Lidl? Maar dit is, ja, promots, maar iedereen zit in die speciale week. Oh, daar moeten wij afleveren. Ik ben er al voorbij. Ja, ik weet niet, je staat weer voor een rood stoplicht. Ja, maar je gaat zo... Zie je hem shinen? Zie je hem shinen? Wat shinen? De Lidl? Oh, ik zie het woord Lidl, ja. Ja, ja. Ja, oh, mooie Lidl-bord. Het is hier krap op de parking. Hier moeten wij afleveren. Oh, dat bedoelde je met je petje voorbij. Oké. Het is hier smal. En je kunt nagaan dat er normaal een oude auto's staan. Oh, is zelfs een heel wachtpakket waar je moet staan wachten als vrachtwagenchauffeur. Ja, ja, daar, gaan we, daar zullen we ons zo een keertje opzetten. Zo jongens, we staan bij de Lidl. We gaan even een fotootje maken uiteraard. DG-transport kan schade veroorzaken, ja. Dat zie ik. Uiteraard. Schade is niet inbegrepen, hè. Wacht, we moeten eerst even onze deurtjes los. Los willen. Ja, 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 ja. Ik heb nog genoeg plek tussen. Dan gaan we nu even een foto maken. Een goede. Een degelijke foto. Ik zou juist een foto maken als je hebt gelost. Want dan is het... Ja, ik heb een foto gemaakt als ik gelost ben, inderdaad. Als daar een auto stond, dan was die dood. En hier gaan we ook even een foto maken. Klik, 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 klik. Nu dat we hier een keertje zijn, jongens, bij de Lidl. Ik val er wel bijna in slaap aan. Dan gaan we even afhangen. Zo jongens, dan gaan we even een vrachtje zoeken. Moet je geen lunch hebben? Nee. We gaan niet winkelen in de Lidl. Okay. Lidl! Oh, we zitten nu in Roemenië. Oh! Een dikke verjaardag. Ja, ja. Altijd, hè. Oh, hier is Turkije. Nou, we gaan helemaal naar daar, hè, jongens. Je gaat weer naar een Lidl. Nee. Moet ik weer naar een Lidl? Dit vindt mijn trailer niet leuk. Zo laag. Oeps. Laag. We zullen het zo meteen wel zien. Op stream. Die achterste band is helemaal in de lucht. Oh, jemig. Ik
Heb je gedaan? Ja, ik weet niet. Maar je gaat zien hoe wild ik met haar ga uitrijden. Woem, woem, woem. Ja, nee, dat was een afgrond. Dat liep daar naar beneden, dus. Oh, zo. En iets zit te stijl voor de trailer. Oh, dan zijn we ook een keertje bij de leider. Zo, die weg hier. Helemaal dat get vergereden. En ik rij hier nog eens over met mijn truck. Maar jongens, kijkertjes, morgen gaan we sowieso ook terug live. Eén keer live morgen. Ik moet in de avond werken, dus. Maar we gaan live morgen. Farming of Euro Truck, ik weet het nog niet. Of een andere game, kan ook altijd. Ik weet het nog niet. Ik ga zien. Jullie zien het waarschijnlijk wel op tijd verschijnen. Ik denk dat ik vanavond al ga online zetten wanneer we gaan streamen en wat we gaan streamen. In de hoop dat onze oude man morgen niet moet werken. Curio, het is tegen u, hè? Ja. Wat? Moet u morgen werken? Dat weet donderdag? Je. Nee. Nee. Donderdag. Ja, donderdag. Dat is niet. Vast niet. Oké. Okay. Goed om te weten. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Lekker bezig. Het liedje Kneu. Kneu. Kneu, kneu, kneu. Wilbert heeft aan mijn bot gezeten. Die in ons Discord gooit wanneer dat we live zijn. Want ik heb dat vandaag er zelf in moeten gooien. En ik bedenk mij net dat ik dat zelf heb moeten doen. Dat
iets fout gedaan, Jiguar. En dat beken je. Nee, Wilbert heeft iets fout gedaan. Oh, ja, maar Wilbert heeft nog meer fouten. Want ik kan namelijk niet meer move en niet meer surf damp. Dan ga ik surf fixen. Maar koffie zetten, dat wist ik dat. Dat kan niet van, dus dat is niet echt. Koffie zetten? Oh, dan moet ik dat ook fixen dat je dat kan. Wat zei je? Dan moet ik ook fixen dat je kan koffie zetten. Oké, okay. Nou, top. Bevoegdheid, je mag koffie zetten. Oké, okay, dat is een sterk bord. Normaal gezien had ik dat bord uit de grond gereden. Maar blijkbaar niet. Oh, dit is oh lekker! Mooi. Die trailer heeft wel dik beschadigd. Nu niet meer. De trailer nog wel. Diego, je bent al bijna 2 uur live. Ja, ja. We gaan 3 uur, hè. Ja. Ik ben echt benieuwd naar welk bord je het hebt. Oh, jij mag dat bord. Maar normaal rij je dat toch omver? Maar dat steekt ook zo met die pijl net op de weg, hè. Allee, wat is dat nu voor iets? Dat is toch ook onlogisch? Hier zit een metro. De metro. De macro, denk ik dat dat is. Metro, dat is precies macro. Dat zijn precies de trailers van de macro. De macro. We gaan hier even langs de repair, jongens, want dat bord heeft ons toch wel schade toegetakeld. Hé! Hey. Weet je wat ik merk? Zit ik nog wel in multiplayer? Wie waar was? Zit ik nog wel in multiplayer? Een beetje een... Of dat ik nog in multiplayer zit? Want ik kan niet meer op tap duwen. Mijn tap werkt niet. Maar op tap is een ander. Wat? Dus ik kan niet zien of ik nog in multiplayer... Maar ik kan wel... Kan ik nog tippen? Ja. Oké, raar. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Het maakt niet uit. Yes, 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 yes! We zijn onderweg. Oh, wow! Hoezo heb ik geen schade? Ik zou niet weten, Jiguar. Ik was dus met muziek aan het scrollen en ik rijd recht op het einde van de map. Kijk hè, boef. Ik zie nu boef op mijn zijstream. Boef, erop. Ik vind raar dat ik geen schade heb. Eurotruck is een beetje glitched. Ben je Eurotruck al opnieuw aan het downloaden, Curio? Ik ben hier toch al eens aan het verwijderen, weet je nog? Oh, nog altijd.
Hey, de tolweg. Oh, en je hoopt dat alles goed. Hij is nog steeds aan het zoeken, dus ik dat lekker zeg. We zijn mijn truck aan het doorscreenen nu. Documenten aan het controleren. Hey, alles in orde. En een goede reis gewenst, dankjewel. Ik bedank je zeggen. Ik heb gewoon één getikt en ik ben benieuwd wat eruit komt. Meen je dit nu? Moet ik nu drie... Ik rij 100 meter verder en ik moet weer controleren? Serieus? Ja. Ja, maar je gaat eerst de grens uit. Dan ben je in een neutrale zone. En dan kom je in het andere land. Strenge regels. Zo werkt alles in orde, een goede reis. Toe aan door moet. Dankjewel. Ook even dankjewel zeggen. Oh. Nee, iemand Hansie. Immer Hansie! Over de CBR. Immer Hansie. Ah nee, die werkt ook niet meer. Lol. De truck is glitched. Truck is een P bedoel ik. Maar we zijn nog altijd aan het rijden, jongens. Aan het cruisen. En we zijn bijna op de 2 uur. Waarom is dat niet aangegeven? En waarom heb ik geen schade? Eurotruck is dik glitched. Is echt ziek geglitched. Excuses jongens voor deze rijstijl, maar Eurotruck is echt ziek geglitched. Niet meer Hansie. Maar kijk, hier is niks aan de hand aan die truck. Terwijl dat die trailer in net... Die heeft me nu weer gebeld. 2 secondjes. Yes, ik ben terug, jongens. Het was even een belangrijk telefoontje. We gaan weer verder. Ja,
En Curio, heb jij nog iets te vertellen? Nee. Niets te vertellen? Nee. En heel veel drugschade. Dat schiet heel erg snel op, hè? Ja, zeker. Sowieso! Maar Jigo, jij hebt vast geen neef, dus jij hebt ook niks te vertellen. Nee! Dat is het probleem, ik heb nu niks te vertellen. Ik ben leeggepraat. En we moeten nog een uur vullen, dus... Het is, ik kan wel iets vertellen, het is ondertussen al gestopt met sneeuwen, terug. En het zonnetje schijnt er terug op, dus... En ik zie ook dat ik bijna geen benzine meer heb. Hey, en dat er tol aankomt. En geen benzinestation. Dus dat er nog een uitdaging was. Maar ik sta nog niet in het rood, dus... Nou... Niet veel, toch niet meer. Yeah. Oh, oh, oh! Ik keek weer op mijn gsm. Hey, jongens, ik heb weer honger, hè. Ik moet weer wat voedingsstoffen hebben. Ik was er beter gewoon direct naast gereden en gewoon afgeremd, want nu ben ik erop geknald. Hey, kijk! Ik vind dit echt raar, jongens. Maar we rijden nu terug op een tolweg, dus betalen straks aan het einde. Gaan we terug mogen betalen. En ja, betalen dus. Dan gaat dus allemaal schoonlijkjes van de rekening af. Dat is nog een mooi liedje. Ja, we zijn eigenlijk al door onze nummers. Want ik ben zo stilletjes aan onze afspeellijsten aan het upgraden met meer nummers. Maar ik ben nu aan het beginnen met achtergrondmuziek uit Eurotruck zelf op te zetten terug. Waarin wil ik dus allemaal terug nummers gaan downloaden en zo. Dus ja, dat duurt even. Maar die afspeellijst ga ik straks terug een beetje upgraden en dan... Morgen misschien terug. Je hebt bijna geen brandstof meer. Ga op zoek naar een tankstation. Ja, dat is moeilijk, hè, in the middle of nowhere. Ja, dat valt mij heel moeilijk. Harry de Blobvis heeft toch een tankstation om. Ja, in mijn hands ook, hè. Ja, de volgende afslag gaan wij nemen, want daar is een tankstation. Afslag Belgrado. Kom op! Kom op! Nee, dit. Dit is ook weer Eurotruck logica, hè, dit. Een tolpoortje dat gesloten is. En staat dat erboven? Ah ja. Lol. En deze is wel open. Dus dan ga ik deze dus proberen. Ja, inderdaad. 6 euro. Dat bedrag is ook super random hoor. Dat is u geven aan tol. Er staat nooit een vast bedrag op. En dan heb ik het ook vooral over real. Er staat nooit een vast bedrag op. Maar we gaan er hier af, want we moeten brandstof hebben. Oei, nu staan we wel echt in het rood. Ons lampje brandt nu echt rood. Dat is... Nou, dan gaan we hier gewoon even geen gas geven. Rol maar naar beneden, Scania. Rollen, rollen, rollen. Hopelijk halen we het nog, jongens.
Vast wel. Hier hebben we terug even een berg af, dan moeten we niet gas geven. Dan laten we gewoon de Scania glijden. Emergency. Nee, dat we net gaan redden, jongens. Het zou echt zuur zijn, moesten we net daarvoor zonder brandstof vallen. Ja, even over het gras, sorry. Ja, makkelijk. Nu mag hij stilvallen. Zo, hoppa. Even bijtanken, jongens, en dan kunnen we verder. Even bijtanken en dan kunnen we weer verder. Pororom, 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 bom, pororom, pororom. Pororom, bom. Alles groen licht. Kom aan, groen licht. Yes. We kunnen rijden. We can ride. Yes, yes. Maar hoe kan dit nu weer? Wat is dit nu? Hoe kan die trailer nu aan die vangrail komen als die, daar, als die hoger is? Zo'n pentakill. Ben je League aan het spelen? Ja. Lekker. Zeg toch? Lekker. En ik denk dat we hebben gewonnen. Lekker, lekker, lekker. Ja, wat verwacht je als je een pentakill hoort? Ja, oké, okay, ja. Oh, nog een ace op elkaar op de tent. Allee, ga naar dat baanvak, jong. Druk. Je
geen pijlen om in te voegen, dat is allemaal maar normaal in die landen. No offense to die landen, maar dat is allemaal daar blijkbaar maar normaal. Hè. Je moet daar rekenen als je moet invoegen daar. Oh, maar hopelijk kunnen wij van, kan ik vanavond al veel achter de schermen fixen van de stream. Dus het komt zeker goed. Die huis is nu helemaal klaar. Wie? Even kijken of ik nog iets van de euro terug. Ik heb niks meer van de euro terug. Dus dan kan ik gewoon op Steam downloaden terug. Yes. Toch? Yes. En het kan zijn dat hij, als hij gedownload is, dat hij niet meteen werkt. Maar we gaan nog iets doen voordat jij gaat openen. Installeren. En nu gewoon laten doen. Niet openen als dat klaar is. Niet doen. Snelkoppeling, ja. Volgende. Oh, ik dacht dat dat een abonnee was. Want dat is een hoest bij mij. Meen je dit serieus? Is het bij elke tolweg dat deze niet werkt? Want het is namelijk altijd deze dat ik wil nemen. En dan doe je 5 jaar euro truc, hè? Maar ja, dat is toch niet logisch? Ze gaan toch niet midden in een tolweg en tolpoort dicht doen? Immer Hansi, die zou dat nog doen. Ja, die zou dat nog doen. Ja. Zometeen ga ik weer iets halen om te eten hoor jongens, want poeh, mijn maagje begint weer te rammelen. Normaal eet ik een peer op de middag of een appel, maar dat is onhandig om nu te eten. Want dan kan ik ja, misschien moeilijker schakelen, minder snel sturen. Dus ik ga waarschijnlijk een boterhammetje pakken. Aha. Albert Heijn? Aha. Weet je van wie dat de winkel Aha is? Oh, de man met de snor. De man van Volkswagen. Aha. Aha. Albert Heijn. Albert Schnitzel. Albert Schnitzel, de AS. Albert, ja. Wat gaan wij vandaag doen? Oh, wij gaan heel veel eten. En we gaan dat hier doen. Oh nee, hier kan ik er niet af. Hier wel. Thank you.
Ik dacht dat we hier meteen de weg op konden. Defeat. Nou jongens, ik ga even snel iets halen. Ik ben binnen echt 2 minuutjes terug, dus ga niet weg. Ik ben zo terug.
Yes, yes, yes! We zijn er weer! Ja, ja, we zijn er weer, we zijn er weer. Even de stream terug overzetten. En even terug alles in beeld zetten, uiteraard. Zo. En dan gaan we verder rijden. Voor ons laatste, ja, 35 minuutjes. Dus eet ik ook even een boterham, dus ik ga even niet veel praten. Ja, 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 jongens. We zijn lekker onderweg naar Cavalla met bevroren heek. Ik denk dat dat vis was, heek. Wil je vis hebben? Ja. Ja, dat is vis. Jongens, 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 de kijkers gaan hard vandaag. Maar ik ben even een boterham aan het eten, dus ik ga niet te veel praten, want dat is een beetje onbeleefd. Jongens, gaan we het komende half uur nog de 120 abonnees behalen. Jullie kunnen ervoor zorgen, vergeet dan niet te abonneren. En ja. Iedereen die al geabonneerd is, bedankt. Thank you.
Over dat abonneren gesproken, want als je abonneert kom je in beeld en dan kom je ook linksboven tussen ons als infoslide van abonnees te staan, dus alleen maar voordelen. En het is gratis, dus. En het support me. Ziezo. De boterham is ook op. Ho 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 ho. Wat is dit? Je had hagel toch, hè? Wat zeg je? Sneeuw, wat? Sneeuw, wat? Wat? Hè? Sneeuw, ja. Heb jij ook sneeuw nu? Bestempeld dit als natte sneeuw. Natte sneeuw is hagel. Heb je natte sneeuw of hagel? Wat? Je hebt natte sneeuw? Of hagel? Of hagel. Ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Sneeuw is sneeuw. Ja, maar of nou hagel is of natte sneeuw. Bij mij was het sneeuw, maar nu schijnt de zon hier weer. Zo zie je, een uur geleden was het bij mij aan het sneeuwen. En nu is het bij Curio aan het sneeuwen. Nou, natte sneeuw. Nee, ik zeg niet dat het sneeuwt. Ik zeg dat. Dat zeg jij niet. Immer Hans? Is Immer Hans nog aanwezig? Tjoe. Denk het niet. Weer een realistisch tankstation dit zeker. Texaco. Ah nee, dit is een Esso. Esso. Een Esso tankstation. Oh, douane. Afrijmen. Nou, bekijk mijn documenten maar. Zover ik weet staat daar niks verkeerd in. Hey. Klein konvooitje achter mij. Lekker. Oh, Chico. Oh. Wat? Oh, oh, oh. Ik leef weer net op zo'n randje. Oh, oh, oh. Nou, hier is het wel druk hoor, maar mijn tap werkt niet. Het is geglitcht. Vrachtwagen. Dan gaan ze weer mijn documenten nakijken. Dus ja. Hoppa, alles in orde. Een goede rit gewenst. Dankjewel. Moet ik hier ook stoppen? En hier ook? Die durft de grens niet over, denk ik. Zo, de zon schijnt hier hard. Bij mij. Bimi! Bimi! Lekker warm.
tol betalen. Nou jongens, of we nu aan de 3 uur zitten of niet, deze vracht moet afgeleverd worden, dus. Sorry, hoor. We gaan deze vracht gewoon nog afleveren. Nou, want ik denk dat ik over de 3 uur ga zitten, daarom zeg ik het. Ja, 120 abonnees jongens en we leveren deze vracht af. Dat is nog 1 abonneetje. Dus, ga maar los. Als je je abonnees op openbaar hebt staan, hè. Privé, dan kom je niet in beeld. Maar daar kunnen wij niks aan doen. Maar als je als openbaar staat, dan kom je in de beeld. Oh, we zitten op de 120 abonnees! Hey! Bedankt voor degene die heeft geabonneerd. Ik denk dat je YouTube-kanaal op privé staat, want je komt toch niet in beeld. En ik zie ook niks binnenkomen in mijn console. Dus, maar bedankt voor het abonneren, jongen. Welkom bij G-Core Games. Wij hopen dat jij een leuke tijd hebt. En ik zeker, want ik lig hier chill. Ik lach chill op mijn zijkant. Oh, fik. We zijn al gerepareerd, jongens. Het maakt allemaal niet uit. Op de kant gaan. Het maakt niet uit. Het is hier wel lekker donker, niet? Dus ik zet mijn groot licht even aan. Dan zien we wat meer. Toet, 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 toet. Hier is weer een tol. Poort, ja. 8 euro, dat valt reuze mee. Het valt reuze mee, jongens. Na de stream ga ik nog even wat nieuwe muziek toevoegen, ook aan onze afspeellijsten.
Hier, een Total. Total tankstation. Total. Grenscontrole. Douane. De douane. Dus ga ik even kijken. Yes. Ah, deze man, hè. Onze curio, deze man. Hij heeft net op zijn screenshot gestuurd van de 10 likes. Lekker bezig. Curio. Onze documenten worden gecontroleerd, of dat we door mogen en dan normaal gezien kunnen we door. Yes! We mogen door, we mogen verder rijden. En ze hebben ons een fijne rit gewenst en dat is... altijd gezellig. Oh, gezellig. Ja, ik geef niet veel gas nu, omdat we hier toch een tolpoortje hebben. Dus dan heeft het eigenlijk geen nut dat ik gas ga geven. Want ik sta toch binnen 3 secondjes weer stil. Maar jongens, welkom, welkom, welkom. Welkom bij deze Eurotruck 2 Promods livestream. Ja, ja. Ja, ja. Oh, nee, dat is de verkeerde. Ah, nee, toch niet. Wat een raar kruispunt hier. Ik ben helemaal even in de war. Wow, wow, wow. What's gebeurd? What's gebeurd? MC de Kro, maar je doet niet dat de Kro, dat de Kro, dat de Kro.
We zijn er bijna, jongens. De Eurotruck navigatie zegt nog 2 uur en 50 minuutjes, maar die klopt. Dat is nooit een real. Een real route. Real tijd. Dat is altijd de tijd in Eurotruck. Dus ik neem aan nog 10 minuutjes ongeveer. Een kwartiertje. Dan gaan we misschien toch nog net op de 3 uur kunnen eindigen. Wie weet. Daar een curio. Onze Immer Hansen. Ja jongens, ja. It's dark in Eurotruck, jongens. It's dark. Het is donker. Jongens. Goed bezig met de abonnees. We zijn goed aan het gaan. Dit is prachtig om te zien. Uiteraard, ja. Jullie steunen mij. Jullie geven mij de motivatie om verder te doen door te abonneren. Door te blijven liken. Door vrienden naar hier te krijgen, dat die ook abonneren. Door lekker te chatten in de chat. Door de Discord te joinen en alles erbij. Dat is een enorme steun dat jullie mij geven. En ik wil je daar ook bij deze een keer voor bedanken. Dat jullie zo'n mooie steun uiteraard bieden aan mij. En ik zou dit ook met veel plezier blijven doen. Dus... dat komt zeker goed. Zo, we zijn weer bij het volgende tolpoortje aangekomen. Weer 6 euro van de rekening af. En we zijn er echt bijna, jongens. Zometeen ga ik nog even al de abonnees overlopen. En dan gaan jullie nog kunnen luisteren naar een lekker laatste nummer. En dan, zit het er weer op voor vandaag. Maar we zijn er morgen sowieso weer. Met een nieuwe stream. Ik weet nog niet wat we gaan streamen. Farming of Eurotruck. We gaan het zien. We weten het nog niet. Nee, ik weet het nog niet. Dus. Maar dat komt zeker goed. Morgen. Jullie zullen ook vanavond. Vanavond zal ik al in de. Daar was een musicbot die ging. Vanavond ga ik.
ga ik ons een evenement, een gepland evenement, dan als stream op YouTube zetten. Dan kunnen jullie zien om welk uur dat we live gaan en met welke game. Dan zijn jullie al op de hoogte, uiteraard, van de, ja, van de games die we morgen, of de game die we morgen gaan spelen en wanneer dat we live gaan. Yo, 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 welkom allemaal. We zijn bijna op onze eindbestemming, dus... Zometeen rijden we op de brug hierboven. Ah, het is geen brug. Komt er een brug? Het is een tunnel. Straks rijden we hieronder. Dus het komt helemaal goed, uiteraard. We gaan er hier... Nemen we de afslag. En onze tank is bijna weer leeg, hè. We gaan er hier afslagen. Een hele lichttrailer heb ik mee. Hier nog een Total Tank Station. We gaan even nog snel tanken. Dat de Scania weer vol zit. Dan ga ik hier eventjes 2 secondjes. Dan ga ik hier eventjes iets klaarzetten. Ik ga even luisteren ook. Twee secondjes jongens, een belangrijk telefoontje. Yes, yes, jongens.
Zometeen gaat er een deurbel gaan. Hallo? Ja, het is ook weer handig. Dat is weer typisch Eurotruck ook dit. Oké. Dit zijn eigenlijk hier echt punten waarvan dat ik denk Eurotruck. Waar is dat gillen mee bezig, hè? Gewoon doosjes. En een camion kan dat niet doorrijden. Allee. Als het dan bleef. Dat zijn werkpuntjes, hè? Yes, oké. Okay. Yes. We zijn aan het einde van de stream gekomen, jongens. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik ga even over naar een ander scherm gaan. Ziezo jongens, ik wil jullie bedanken voor het kijken. We gaan ook even, ik wil ook even de nieuwe abonnees bedanken. En ik haal ze er ook even bij. Ik ga ze er even bij halen hoor jongens. De nieuwe abonnees, DRF Vlees en Nesrox. Bedankt voor jullie abonnee. GameXL2003, die had ook geabonneerd, had ik gezien. Allemaal bedankt voor jullie abonnee. Het steunt me heel erg. Jongens, dit was de stream. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze stream. En dan zie ik jullie bij de volgende stream. En dan zeg ik, zoals altijd, laters.